Woe! Kijk eens! Wat een play! Wat een play! Oh mijn god, nee! Ja! Oh mijn god! Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Rocket League video, waarin wij vandaag een nieuwe challenge gaan doen. Namelijk met toetsenbord en muis spelen. Dit heb ik al heel lang niet meer gedaan. En het leek me wel weer leuk om een keertje te proberen. En ik zit nu ook op het Dankoen account. Dat is niet mijn main account, maar daarin ben ik Diamond 3 Division 4 op 3's. En Champion 2 Division 1 op 2's. Dus het lijkt me leuk om te kijken of ik een beetje op niveau kan spelen. Dus eigenlijk lijkt het me leuk om te beginnen met het laagste. Dus we gaan een potje Diamond 3 doen. En daarna gaan we kijken of we het op Champion 2 ook allemaal aankunnen. Maar ik denk het niet. Oké, gaan we. De eerste pot. Ik heb dus hier een camera ingesteld op mijn toetsenbord. Ik hoop dat die allemaal een beetje netjes in beeld blijft. Maar ik ben dus wel echt super nerveus om hier te gaan spelen. Want ik heb geen idee hoe dit nu gaat en of we daadwerkelijk kunnen scoren. Ik heb ook net pas custom controls ingesteld voor mijn toetsenbord. Dus ik ben er compleet nog niet aan gewend. Maar wat ik wel heb ingesteld en waar ik een beetje rekening mee heb gehouden, is dus dat ik met mijn duim spring. Want dat is hoe ik op controller ook altijd spring. En met mijn wijsvinger boost ik nu, wat niet heel gebruikelijk is. Normaal boost ik en jump ik natuurlijk met mijn duim. Maar ik denk dat het daardoor best wel makkelijk went. En ik heb ook gewoon de toetsen die normaal op je muis te vinden zijn, heb ik gebind op mijn toetsenbord. Dat leek me wel handig. Alleen aerials is nog wel even een grote probleem eigenlijk. Oh, 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 oh mijn god, dat was zo close. Ik heb dus wel wat ervaring met toetsenbord trouwens. Ik heb een keer gehad dat mijn controller 2 weken kapot is geweest. En daar... Oh! Ik heb hem. Geen zorgen. En daardoor heb ik dus niet met controller kunnen spelen. Heb ik maar een keertje toetsenbord opgepakt. Maar dat is inmiddels alweer zo lang geleden. Dus ik dacht, misschien is het wel weer tijd om het gewoon weer even te proberen. Gaan we dan voor de bump? Nee? Oh, man. Ik moet ook heel erg wennen aan balcam switchen. Want dat doe ik nu met spatie. Normaal doet mijn linkerduim dus helemaal niks. Dan merk ik ook altijd als ik een shooter ga spelen op controller of zo. Dan... Mijn linkerduim doet altijd heel snel pijn, omdat hij gewoon niet meer getraind is. Omdat hij normaal dus echt gewoon nooit iets doet. Ik moet wel zeggen, het is een spannende pot. Het is echt niet normaal. Ik weet niet of we gaan winnen. Hop, ik krijg wel mijn aerials af. Daar ben ik oprecht trots op. Oh shit, dit is niet goed. Nee, oh. We hebben hem. It's okay. Woe. Hop, shit. Mis volledig de bal. Maakt niet uit. It's okay. Oh, dit is de play. Ik zeg het al de hele tijd dat dit de play is. Maar misschien moet ik gewoon heel nodig naar de wc. Dat kan ook. Hier kan ik wel op. Oeh, daar was ik iets te laat voor. Oh, die guy was nog niet terug. Oh, nee. Oh, shit. Als ik die gewoon had geraakt, dan was er niks aan de hand. Als hij op tijd terug was, was er ook niks aan de hand. Het is mijn teammates fout. We gaan ervoor. We gaan het even goed maken, oké? We gaan even winnen. Ik wil wel winnen. Anders is het zo'n stom potje. Oh. Oeh. Oh, nee. Oh, ik werd gedunkt. Ik dacht nog, ik kan ermee wegkomen. Al doe ik hem zo laag, laat ik hem rollen. Maar nee. Hop. There you go. Oké. Shit. Ik denk wel oprecht. Stel, we doen dit met 2v2 straks in Champion. Ik denk dat het nog best wel te doen moet zijn. Want ik bedoel, mijn mechanicals... Mechanicals. die zijn op zich nog best wel oké. En ik wil niet veel zeggen, maar ik denk een beetje dat dit team gewoon niet zijn best doet. Kijk, tuurlijk, ik heb een cruciale fout gemaakt waardoor we een tegengoal hebben gekregen. Wellicht 2, misschien een beetje. Alsnog denk ik dat we heel veel acties hebben laten liggen waar we echt wel prima hadden kunnen scoren. Dus het moet te doen zijn om hier een win uit te halen bij 2v2 straks. Hier, want hier gaan ze niet eens voor. Wat een noobs. Oh mijn god. Ik raakte die nu bijna nog. Go Huffsen. Wow, Son, waarom ga je niet? Heb je geen boost of zo? Hij heeft wel boost. Hij ging gewoon niet. Wacht even. Woep. Ah, shit. Oh, man. Heel droevig. Oké, laten we snel naar 2v2 gaan, man. En ik weet wat je denkt. Duncan, hoe kan je op Diamond 3 verliezen en verwachten dat je op Champion 2 gaat winnen? Nou, dat komt gewoon door de teammate. Nee, ik denk dat op 2v2 heb ik misschien iets meer ruimte om wellicht fouten te maken. Maar ook nog om fouten van tegenstanders te punishen. Dus wie weet gaan we er hier meer uithalen. Dat is wat we gaan testen. Wat was de speed van die bal trouwens? Iemand raakte hem aan. Zij kunnen niet eens de bal raken, lijkt het. Hoppatee. Kijk eens, wat een contest. Oh, en de teammate gaat. En ik moet heel snel teruggaan, want anders zijn we tot... Ja, shit. Ja, maar dit kan je... Nee. Oh, het is paal. Wacht eens even. Hold up. Oh, nee. Nee. Oh, ik raakte in paniek. Ik dacht eigenlijk dat hij al in was hier. Dus hier moest ik even schakelen. Ik dacht, oh, shit. Wat moet ik nou? Dus ik pakte de boost.
En hier panic jump. Net niet de controle die ik nodig had. Heel droevig. Maar goed, het ging nog best wel lekker. Het ging best wel oké. Ik moet alleen heel erg gaan werken aan mijn recoveries. Alleen ja, wat verwacht je als je met een toetsenbord en muis speelt? Dat is gewoon heel anders spelen. Ik heb hem. Geen zorgen, jongen. Kijk, dat ik nou niet elke bal raap, betekent niet dat ik elke bal mis, hè? Dat is niet hoe het werkt. Hij gaat er wel echt volledig voor, onze teammate. Ik weet niet of ik op die speed kan spelen. Ik rem hem even af, hoor. Dat was op zich nog best wel oké, want daardoor hebben we nu de bal en tijd. Oh shit, nee, dat was niet de bedoeling om een frontflip te doen. Kavin. Je bent de beste. Je kan dit. Oeh, nice, though. Hoppatee. Schiet hem even in de hoek. Even driften. Oh, shit. Dat was niet de bedoeling. Heb ik. Heb jij. Oké, ga maar. Hij is wel een beetje eigenwijs. Hij neemt alles een beetje in controle. Kijk, ik snap dat je dat als je mij ziet spelen, dat je denkt, ja, what the fuck is dit voor teammate? Vooral als ik dat doe. Kut. Genant. Maar, weet je, een beetje teamplay is wel belangrijk. Ondanks dat ik nou echt gewoon als een zak zoutzak speel. Dat geeft je nog niet het recht om hier zo te gaan doen. Oké, bro. We moeten wel als een team blijven spelen. Anders gaan we het niet redden. Dat is de sleutel van 2v2. Altijd als team blijven spelen, no matter what. En ik ben dood, goddammit. Het is moeilijk, oké? Misschien denk je, ah, wat een zak zout gameplay. Ik eet een zak zout met mijn zoute chips. Oh, fuck. Dan meen je, als ik daar niet werd gebeukt, dan had ik hem af kunnen maken en niet hij. Ik word nu wel echt keihard gecarried. Misschien is het een beter idee om dit te gaan doen op een ander account. Ik heb nog een account waarin ik unranked ben op 3v3. En dat is ook een verse rank. Dus die heeft dus nog nooit ranked gespeeld. Tenminste, volgens mij 2 potjes. Maar verder niet. Dus die kan wellicht wel Diamond Platinum geplaatst worden. Misschien dat we die dan een keertje moeten gaan levelen of gaan ranken. En dan kijken hoe hoog we kunnen komen met toetsenbord. Want dit is wel een beetje te hoog, denk ik toch. Misschien neem ik mijn woorden terug van wat ik eerder zei. Weet je, we kunnen nog wel proberen een goaltje te maken. Hier, zieke passing play. Hoppatee, kijk. Ik deed iets. Wauw. Wow, we zijn gewoon aan het winnen. Ik wil niet veel zeggen, hè. Maar we zijn gewoon aan het winnen. Hier, zieke kick-off. Oh, fuck. Oh, shit. Nee. Goddammit. Ja, dat is zo moeilijk. Het is echt verschrikkelijk om dit te doen. Oh, nee. Hij heeft hem. Geen zorgen. Chill the fuck out. Oké, dat is niet oké. Dit is foutenboel. Hoop, ik heb hem. Geen zorgen. Kijk eens. Teamplay. Pak ik snel even de boost daar. Oh, hij geeft hem wel ziek hard center. Maar dat maakt niet uit. Oké, hebben we niks aan. Hoi. Oh shit, ik kwam echt precies op die guy's dak. Oké. Naar jou. Kan jij wat mee? Oh, dat is niet wat jij ermee kan. Oké, we hebben hem even naar voren gegooid. Laat ze maar even controle kwijtraken over de bal. That's fine. Oké. Oh, wat een save! Let's go! Nee! Ja! Yes, let's go! Dat was zo goed. Ik ben trots op mezelf. Dat was een introotje. Oprecht. Woe! Moeten we wel even de score blurren. Oh jee. Nee! Oh! Sorry, maar dat was even nodig. Oh mijn god, de speed. Let's go. Ik heb het zo goed te pakken nu. Niet normaal. Woe. En dan nu, zieke aerial. Oh, fuck. Daar verloor ik wel controle. Maar dat was wel mooi. Oh, doe het. Nee, hij gaf dat extra tikkie. Wat ik niet verwachtte, maar dat was wel ziek. Oké, ik kan hem overnemen. Oké, dan niet. Maakt niet uit, ik ga wel gewoon terug. Weet je wat, ik ga wel gewoon... I'm gonna go back. Oh, dat was niks. Niks aan de hand. Dat is in! Oh, nee! Wat is sorry? Hoe zeg je sorry? Shit, ik heb het verpest. Ik zat er zo lekker in. Ik was zo enthousiast. Je zag het. Die hele hype was er gewoon. Woe! Kijk eens! Wat een play! Oh, mijn god, nee! Ja! Oh mijn god. Oh nou, weet je nog wat ik zei wat de intro was? Dit is de intro, hell yeah dude. Yo, ik heb het oprecht best wel snel opgepakt. Kijk, tuurlijk, ik heb de mechanics van een Grand Champion 1 al met controller. Maar om het met toetsenbord zo snel op te pakken? I'm impressed. Dat had ik niet verwacht om dat zo snel op te pakken. Oh, whoops. Oeh,
Ik beukte daar ook mijn teammate, dus dat was heel gevaarlijk wat ik daar deed. Oh, we gaan de overtime in waarschijnlijk. Nee! Oh! Oh! We gaan de overtime in, zei ik. Nee, dat ga ik niet op mijn dak laten zitten nu. Nee! Ja! Hij dribbelde hem bijna, zei ik gewoon. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oké, here we go. Beter hebben we geen goede kick-off tegen. Kijk eens aan. Hier hebben we wel wat aan. Oh mijn god. Ik voel me echt gewoon een diamond in een high-rank game. Oh, nee! Dat was zo close! Man, ik wilde... Ja, ik moest voor het schot gaan. Dat was zo moeilijk te doen. Oh, kom op! Nee! Oh, mijn god! Ik ben nu ook zoveel meer hyped als ik bijna score, omdat het gewoon zoveel moeilijker voor mij is. Kijk eens! Wat een mechanical place! Oh, shit. Dat is niet goed. Dit is niet goed. Dat is niet goed, teammate. Nee! Oh! Oei, 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 oei. Ja, weet je, ik vind wel... De teammate verdient een applaus. Hij heeft me zeker gecarried aan het begin van de helft van de game. En nu hebben we het samen gedaan, weet je. En dan ongelukjes gebeuren. Ik kan het hem niet te veel blamen. Ik heb echt gewoon even een flinke adrenaline rush nu. Ik heb er in ieder geval ook zeer van genoten. Hey, dit was hem alweer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Wil je nou meer van dit soort toetsenbord dingen zien? Wacht, ik doe het intro wel, outro wel zo. Wil je nou meer toetsenbord dingen zien? Laat het even weten. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Like en doei.